Hallo beste kijker, mijn naam is Karin. Ik ben de vertaler van het boek Zielsoorzaken van ziekte, wat handelt over de biologische wetten zoals dokter Hamer die ontdekt heeft. En verder ben ik EFT-behandelaar en ik richt mij specifiek naar mensen met chronische of hangende conflicten. Daar is wel degelijk verbetering tot algehele genezing mogelijk. En het vraagt een transformatieproces en ik help mensen dat transformatieproces te maken, zodanig dat chronische klachten toch ontgroeid kunnen worden. Want eens we kunnen opsporen zeg maar, wat eronder ligt, want uiteindelijk wat het lichaam toont is altijd het symptoom van onderliggende conflicten, onderdrukte emoties en beperkende overtuigingen. En eens dat we die opsporen en kunnen veranderen, dan herstelt het lichaam zichzelf. Vandaag wil ik het hebben over een casus uit mijn eigen praktijk. Het gaat over een 53-jarige dame die mij deze week consulteerde, omdat ze sinds een aantal weken troebel ziet uit haar rechteroog. Nu, troebel zicht, ze was al naar een oogarts geweest en die had vastgesteld dat haar ooglens vertroebeld was en had er ook een diagnose opgeplakt. Het zou om cataract gaan. En hij had daarbij gezegd dat dit alleen maar erger kon worden en dat er zo snel mogelijk een nieuwe lens moest geplaatst worden om ergere schade te voorkomen. Dus dat waren de gegevens waar ze mee in de praktijk kwam. Als we dit gaan bekijken vanuit de biologische wetten van dokter Hamer, dan staat de lens voor een visueel scheidingsconflict. De lens bestaat uit ectoderm. Wat bedoelt dokter Hamer nu met een visueel scheidingsconflict? Dokter Hamer gebruikt eigenlijk de grote noemers, de thema's. In dit geval, een visueel scheidingsconflict is, ik wil iets niet zien wat ik zie. Of net andersom, wat ik wil zien, krijg ik niet te zien. En nog een derde mogelijkheid is dat je ambivalent bent in wat je ziet. Aan de ene kant wil ik dat wel, aan de andere kant wil ik het ook weer niet zien. Vaak zie ik die ambivalentie bij scheidingsconflicten terug verschijnen. Nu, als we gaan kijken, eerste vraag is altijd, sinds wanneer heb je het symptoom? En wat was er toen gaande in je leven? Nu, ze kon zich nog herinneren, een week of zes geleden, dat het begonnen is, dat ze dat symptoom heeft vastgesteld. Als we gaan vragen, wat was er toen gaande in je levensomstandigheden, dan bleek de vakantie ingezet te zijn. En deze dame is lerares. Zij doet individuele begeleidingen met kinderen in de school. Wat haar wel vervulling geeft, maar het was zo... Het is niet echt mijn hartsverlangen niet meer. Het heeft zeker heel veel vervulling gegeven. Maar eigenlijk zei ze, ben ik er wat op uitgekeken. Dus wat dat we vaak zien in de vakantieperiode. Mensen zijn biologisch gezien uit de stressvolle situatie en gaan in genezing. Weet je nog, elk conflict verloopt in twee fasen. Je hebt de stressfase. Meestal heb je dan geen fysieke symptomen. Het is maar in de genezingsfase, wanneer we uit de stressvolle situatie zijn, dat de symptomen beginnen. En dan hebben we fysieke last. Hè. Dus het was heel duidelijk, eind juni, begin juli zijn de symptomen begonnen. Eigenlijk is dat goed nieuws. Maar deze dame ja, weet wel een beetje van de biologische wetten, maar toch niet het fijne ervan en vaak... komt het voor wanneer we symptomen hebben, want we zijn zo geconditioneerd. Symptomen wil zeggen ziek zijn. En ze is naar de oogarts gegaan en die heeft dus haar, jammer genoeg, haar angsten bevestigd, want eigenlijk zaten die er al van, oei, was er mis met mijn zicht? Dit gaat toch niet erger worden of straks ga ik blind worden? Dus al die achterliggende overtuigingen houden eigenlijk het conflict in stand. En dan zie je dat mensen verder gaan laten onderzoeken en dan worden natuurlijk die angsten elke keer weer bevestigd. En dat is wat Hamer diagnose- en prognoseschokken noemt.
Nu, dat is hoe ik het aanpak, is eerst op symptoomniveau alle angst die rond het symptoom zit, alle beperkende overtuigingen, want het zijn uiteindelijk allemaal negatieve, stressvolle overtuigingen. Als je gelooft, dit gaat nog erger worden, straks ga ik blind worden, die richting willen we niet verder uit, hè. Dus alle angst, alle frustratie, alle onzekerheid, wat is er allemaal aan de hand met mijn oog, die moet gedowngrade worden, die moet gekalmeerd worden en ik doe dat met EFT. Dus we beginnen dan met het probleem erkenning te geven en te zeggen, ook al ben ik zo bang dat dit symptoom nog erger wordt en ik straks blind word, ik geef al die angst erkenning. Al die angst. Angst dat het symptoom nog erger wordt. Al die angst. Al die angst is niet behulpzaam. Want ik besef dat angst alleen maar de zaken verergert. Angst verhindert de genezingsfase. Dus ik kies ervoor die angst zoveel mogelijk los te laten. Dus een kort rondje om aan te tonen hoe dat je het symptoom, of alles wat er rond het symptoom zit, kunt gaan kalmeren. En je kan dit rondje nog een aantal keren gaan herhalen, zodat je echt voelt, oeh, er komt ontspanning rond het symptoom. Heel belangrijk. Hamer noemt dit de symptomenschok. Heel belangrijk. Dus alles wat rond het symptoom zit, aan angst, onzekerheid, bezorgdheid, zijn allemaal vormen van angst, frustratie, irritatie, om dat zoveel mogelijk te kalmeren. Want genezing kan maar plaatsvinden in ontspanning. Dus dat is het, de eerste stap. Alles wat rond het symptoom zit, gaan kalmeren. De tweede stap is gaan kijken, wat is nu eigenlijk het visueel scheidingsconflict? Wat zit daaronder? En in haar geval ja, was het rechteroog. Het was een rechtshandige dame, dus het zat aan de partnerzijde. De partners in dit geval was de school. Hè. Nu, de school, daar had ze een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant geeft haar dat financiële veiligheid, zekerheid. Ook het contact met de collega's is prettig. Het werken met de kinderen is ook wel oké. Want daar voelde ik al van, het vraagt heel veel inspanning van haar toch. Hè? En ze zei ook letterlijk, ik ben er eigenlijk op uitgekeken. Dus wat mensen zeggen is heel belangrijk om goed te luisteren, want eigenlijk meestal vertellen mensen in de eerste 5 minuten wat het probleem is. Hè. Ze vertelde ook, ja, binnen een paar weken, binnen 2 weken begint de school opnieuw en ze ziet er als een berg tegenop om opnieuw te beginnen. Dit zijn allemaal indicaties van, ik wil die school eigenlijk niet meer zien. Hè. Nu, waarom laat ze die school niet los? Omdat er een grote angst zit om haar financiële zekerheid te verliezen. Ik ken deze dame al langer. Ze heeft een verlangen om een eigen coachingspraktijk op te starten. Maar daar is ze dan weer bang van niet genoeg klanten te krijgen. Allemaal heel normale angsten als we van loondienst naar zelfstandige gaan. Het is allemaal kwestie van die angsten te gaan kalmeren en te gaan downgraden. Dus zowel de angst om de financiële veiligheid van de school los te laten, daar kan je EFT op doen. De angst om niet genoeg klanten te hebben. En dus enerzijds de angst te gaan kalmeren. En als die zoveel mogelijk geneutraliseerd zijn, dan kan je het vertrouwen gaan versterken dat ze genoeg klanten kan aantrekken in haar praktijk. Hè. Dus het ene gaan we downgraden en het andere gaan we upgraden, zeg maar. Ik heb deze dame geadviseerd om dagelijks korte intermezzo's in te lassen waar ze EFT doet op al die angsten, zowel op het symptoom als op het initiële conflict op, ja, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. En dan gaan we elkaar binnen een week terug spreken en kijken hoe de situatie geëvolueerd is. Dus dat is de manier waarop ik het aanpak. 1. Op symptoomniveau gaan werken. 2. Helder krijgen. Wat is eigenlijk hier het thema? En mijn ervaring is dat hangende conflicten altijd een verandering van de persoonlijkheid vragen. Vaak ook een verandering in je levensomstandigheden. Niet altijd, of
kan ook zijn dat je blijft werken, maar dat je een hele andere instelling bij ontwikkelt. Dat hangt puur van het iemands individuele verhaal af, uiteraard. Zo, ik hoop dat dit een beetje meer duidelijkheid weergeeft wat er aan de hand is. En nogmaals, er loopt eigenlijk niks mis in het lichaam. Er loopt een biologisch overlevingsprogramma wat gestopt kan worden. En heel belangrijk daarbij is alle angst, alle beperkende overtuigingen die je daarbij voelt, te gaan neutraliseren. Zodanig dat je organisme in ontspanning kan komen en genezing zich kan voltrekken. Nog even vermelden voor de mensen die op zoek zijn naar een intensiever programma en echt werk willen maken en dus echt uit de pijn willen. Ik begin 19 september met een nieuw intensief coachingsprogramma. Dat bestaat uit 10 dagen in groepsessies plus 10 individuele sessies en continue begeleiding via mailcontact waarbij ik mensen op de rails houd als je toch ergens vastloopt. Moest je echt gemotiveerd zijn om dit komende schooljaar uit je pijn te groeien, dan mag je altijd contact met mij opnemen. Hieronder vind je mijn mailadres. Spreek dit jaartrajectje aan. Je vindt ook de brochure daarvan. Aarzel dan niet om dan contact met mij op te nemen. Ik heb nog 2 plaatsjes voor september. We gaan maar met 6 deelnemers van start. Dus je krijgt echt een kwalitatieve, zeer intensieve begeleiding. En het moet veranderen. Als je het zo drastisch gaat aanpakken, kan het niet anders dan dat de pijn moet geheeld worden. En dat je iets een heel ander gevoel in je lichaam gaat krijgen. Zo, dat was het voor vandaag. Graag tot de volgende.